Als ik het bemanningscentrum zou moeten omschrijven, dan is het echt als een soort huiskamergevoel. Je begint hier, je ontmoet je crew. Het zijn allemaal collega's waar je vaak nog niet eerder mee gevlogen hebt. Dus een eerste contactmoment, kijken wie wie is. En daarna ga ik naar de briefing met de andere piloten om het vliegplan te bespreken. Als purser start ik mijn dag bij het bemanningscentrum door me aan te melden wanneer ik naar binnen loop. Vervolgens ga ik naar de purser voorbereidingsruimte. Daar bereid ik mijn vlucht alvast voor. Kort daarna moet ik de briefing gaan houden. Daar ontmoet ik eigenlijk alle collega's. In een briefing bespreken we vliegveiligheid, vlucht, hoe dat verloopt en hoe we deze vlucht bijzonder kunnen maken voor onze passagiers. Dan ga je daarna op reis. En uiteindelijk na zo'n trip kom je weer terug met z'n allen en hier sluit je ook weer af. Dus je neemt hier weer afscheid van elkaar. En dat geeft echt een heel warm gevoel. Ja, wat ik heel fijn vind in een bemanningscentrum is dat je ook bij collega's van de Crew Service Hub terecht kan als je vragen hebt over bijvoorbeeld je iPad of iets met je brevet of je paspoort. Ze zijn altijd heel bereid om je te helpen en altijd met een glimlach. Wij ondersteunen cabine en cockpitpersoneel daar waar nodig, waar de vraag is, zodat zij lekker aan hun vlucht beginnen. Ik heb een hele leuke dag gehad als we samen met het team hebben gelachen, hard hebben gewerkt, tevreden collega's aan de balie hebben gehad en ook dat zij met een lachend gezicht het bemanningscentrum verlaten naar hun vlucht. Het bemanningscentrum is er omdat wij als crew geen vast kantoor of vaste plek hebben. Dus dan is het wel fijn dat je een plek hebt waar je je werk altijd goed kan beginnen. Het borrelt hier enorm, het is hier gezellig. En ik ga hier enorm aan wanneer ik mijn collega's zie, wanneer ik gesprekken met ze voer. Ik zie mijn collega's bijna nooit meer voor de tweede keer nadat we een keer samen hebben gevlogen. Maar hier kom ik mijn collega's toch weer tegen. Je vraagt waar vlieg jij naartoe en je wisselt ideeën uit met wat kan je daar doen of ik ga daar naartoe. Heb jij nog tips, een leuk plekje om te eten? En dat maakt het gewoon zo gezellig hier in het bemanningscentrum.